Goedendag, mijn naam is Wouter Körpershoek. Welkom bij alweer een nieuwe uitzending van AVDR Legal Flix. Dit webinar, deze uitzending, gaat over grensoverschrijdend gedrag en dan specifiek in het onderwijs en de zorg. Drie gasten die met mij daarover van gedachten gaan wisselen. Twee juristen en één niet-jurist. Als ik even mag beginnen met de twee deelnemers die hier zijn namens Capra Advocaten. Ik loop jullie gewoon kort even langs. Paula Berens, welkom. Mark van der Laar, jij ook welkom. Jullie zijn dus van Capra Advocaten. En Cora Wielinga, je bent directeur van het Compliance Instituut. Nederlands Compliance Instituut. Compliance Instituut. Je bent zelf ook vertrouwenspersoon en compliance officer. Dus alles komt bij jou in één. Als ik even qua voorstellen met jou mag beginnen. Wat betekent dat eigenlijk, directeur zijn van dat instituut? Daar zitten alle compliance officers, vertrouwenspersonen van Nederland in, verenigd? Of? Nee, zeker niet. We zijn een opleidings- en adviesbureau gericht op compliance integriteit. En het vertrouwenswerk is een onderdeel van wat we daarin doen. Ja. Ja, eigenlijk is dat de praktijk en je leert vervolgens collega's dan weer van hoe en wat? Wij leiden compliance officers op in Nederland. En wij helpen organisaties om compliance in te richten en het vertrouwenswerk goed vorm te geven. Ja. Even een tussenopmerking, we hebben afgesproken, niet echt, maar doen we bij deze, dat we je en jij zeggen. Dat is prima. Ja, had ik eigenlijk jullie moeten op. Lijkt me een goed idee. Ja. Paula, binnen het kantoor, wat is een beetje jouw expertise dan weer? Ik ben advocaat bij Capra Advocaten en mijn specialiteit ligt onder meer in op het gebied van onderwijs. En daar hebben we natuurlijk allerlei problematieken aan de hand, onder meer die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Daar gaan we het dan ook over hebben. Mark? Ja. Ik ben in het bijzonder werkzaam voor de zorg, ook voor Capra Advocaten. En dat is ook weer een hele bijzondere sector, omdat je daar ziet dat grensoverschrijdend gedrag niet alleen gaat tussen collega's, maar ook naar verzorgenden, naar patiënten, naar cliënten. Dus daar is de problematiek ook weer net iets anders. Maar heel goed om dat van elkaar te horen, denk ik. Want iedere sector heeft zo zijn specifieke kenmerken. Nou, in het vorige gesprek hadden we al dat er veel vragen op elkaar werden afgevuurd. Dus dat gaan we nu ook doen. Voor u thuis of op kantoor, twee opmerkingen. Eén, het is een live webinar. Dat betekent als u op woensdagochtend de 22e om 10 uur naar dit webinar kijkt, dan kunt u ook vragen stellen. Die vragen zie ik hier verschijnen en leg ik vervolgens weer voor aan mijn gasten. Als het nu zondagavond is, dinsdagochtend, woensdagmiddag, dan kijkt u niet live. Dan kunt u dus geen vragen stellen. Maar u kunt natuurlijk wel dit webinar gewoon afkijken. Waarvan akte? Grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs en de zorg. Dus heel specifiek. Dat geldt dan vooral voor jullie, de advocaten. Meer in algemene zin. Dit webinar wordt opgenomen op het moment dat er veel gedoe is rond de wereld draait door. We zijn eigenlijk niet meer verbaasd daarover. Is dat inderdaad een gevoel wat ook door jullie wordt gedeeld? En dan heb ik het over de samenleving. We zijn niet meer verbaasd, maar tegelijkertijd de ernst ervan toch weer wel. Maar eigenlijk kun je zeggen dat in elke organisatie natuurlijk voor kan komen. Altijd, overal. Dus in die zin zijn we niet verbaasd. Hebben we nu al eens een hele heldere definitie van grensoverschrijdend gedrag? Nou, eerlijk gezegd spreek ik liever niet over grensoverschrijdend gedrag, maar over ongewenste omgangsvormen. En dat zit er dus tegenaan. En in die zin, dan spreek ik over al het gedrag wat maakt dat je je onveilig voelt in je werkomgeving. En dan maak je eigenlijk een verschil tussen de intentie van degene die dat gedrag veroorzaakt, en die kan eigenlijk goed bedoeld zijn, versus hoe interpreteert iemand het, hoe komt het over op iemand. Ja, want nog één keer, wat is dan het verschil tussen grensoverschrijdend? Nou, ik denk dat grensoverschrijdend gedrag breder is dan ongewenste omgangsvormen. En waar we volgens mij het over hebben, ook in gerelateerd met de arbeidsomstandighedenwet, is dat we het hebben over ongewenste omgangsvormen. En grensoverschrijdend kunnen ook andere grenzen mee bedoeld worden. Bijvoorbeeld integriteitsgrenzen die geschaden worden. Dus voor mij is dat iets anders, maar ik weet niet hoe jullie dat zien. Nee, ik kan het wel voorstellen. Dat is gelijk wel interessant, Mark. Ja, wat dat betreft is het heel interessant om die definitie vooral goed te bepalen, want daar gaat het vooral om. Ja. En ik denk eerlijk gezegd toch, voor de juristen is heel erg van belang, wat zijn de grenzen? En is het grensoverschrijdend? Want die grenzen spelen in procedures vaak een rol. En dat kan binnen iedere organisatie wel anders zijn. Dus ik denk dat juristen toch wel de neiging hebben om te spreken over grensoverschrijdend. Maar ik kan jouw opvatting ook heel goed volgen, zeker vanuit preventief oogpunt. Want je wilt natuurlijk dat de mensen in een veilige omgeving werken. En dan heb je het meer over ongewenste
omgangsvorm. Wordt het te breed, Paula? Ja, ik moet wel zeggen dat ik van de enige normering wel gecharmeerd ben. Omdat het anders wel heel erg breed wordt. En mensen zeggen, ja, maar wat moet ik nu wel en wat moet ik nu niet doen? En een norm helpt daarbij. En dan kom ik natuurlijk ook direct aan de preventieve kant. Want die norm die moet natuurlijk wel gesteld worden. En waar hebben we het dan over? Ik denk dat dat wel eigenlijk wel een vergelijkbare, of althans een probleem is of een vraagstuk waar jullie ook tegenaan lopen. Maar als juristen, waar we te maken krijgen met het achteraf beoordelen of van gedrag, zit je natuurlijk toch snel aan die norm te denken. Als juristen zijn we natuurlijk ook aan de voorkant betrokken van wat is van belang voor medewerkers, maar ook voor leerlingen en studenten, waar ze op kunnen rekenen. Rekenen van welk gedrag is nog geoorloofd en welk gedrag gaat over de grens. Dus die normering speelt zowel aan de achterkant als aan de voorkant. Even vanuit jullie praktijk. Zorg en onderwijs. Ja, dat is een hele een beetje open deur vraag. Hoe groot is het probleem vanuit jullie ervaring? Wil je daar iets over zeggen? Ja, ik wil er iets over zeggen. De problematiek is zeer groot. Ik denk dat 3/4 van mijn praktijk op dit moment uit grensoverschrijdend gedragszaken bestaat. En zowel voor particulieren. Maar met name voor organisaties en ook trouwens als advocaat. Maar ook het in de zorg specifiek? Vooral in de zorg, maar ook bij de overheid. We werken ook veel voor overheidsinstellingen. Dus daar speelt dat ook. Dus ik denk in totaal, in mijn praktijk is het zeker 3/4. Ik denk nu zelfs wel wat meer. Kun je voorbeelden geven van grensoverschrijdend? Ja, ik vind het nu lastig om die definitie te gebruiken. Waar gaan we het over gebruik. Nou, laat ik het dan voor het gemak nog even over grensoverschrijdend gedrag hebben. Waarvan akte de opmerkingen die jij maakte. Zijn er voorbeelden te geven, heel specifiek voor de zorg, die je bijvoorbeeld niet tegen zou komen in een andersoortig bedrijf? Ik denk vooral naar mensen toe die in de zorg opgenomen zijn. De cliënten, de patiënten. Daar zie je hele specifieke problematiek dat medewerkers grenzen verliezen op een of andere manier. En tot zelfs hele extreme dingen kunnen komen. Ik heb een heel extreem voorbeeld en ik wil bij benadrukken, het is een extreem voorbeeld. Maar toch, want je ziet daar toch een zeker patroon in dat eens in zoveel tijd terugkomt. En dat is het voorbeeld van de zaak waar een verzorgende, een dementerende oudere liet snuiven door een rietje met poedersuiker. Dus er lag poedersuiker. Die verzorgende gaf die oudere, dementerende oudere een rietje en liet die poeder opsnuiven. Net alsof dat werd opgesnoven en daar werd een foto van gemaakt. Dan zul je denken, dat is extreem, dat komt nergens voor. Maar in de zorg, af en toe, komt dat toch voor. En je ziet daar een patroon in. Wat ik ermee wil zeggen is, het is heel specifiek voor de zorg, denk ik. Mensen werken onder druk. Mensen hebben weinig afleiding. Het zijn altijd serieuze problemen. Moeilijke omgevingen om in te werken. Af en toe is er blijkbaar behoefte aan afleiding. En nooit is een makkelijke dag. Nooit is een makkelijke dag en dan krijg je dit soort rare dingen. En dat vind ik heel specifiek voor de zorg. Nogmaals, is een extreem voorbeeld. Andere voorbeelden zijn intimiderend gedrag. Onder druk werken waar een specialist toch wat moeilijker omgaat met andere personeel. Ook vanuit een hiërarchie. Het zijn hiërarchische organisaties. Dus dit soort problematiek komt voor. En dat heeft te maken met de aard van de omgeving, met de aard van de sector. Ja. Voor jou dezelfde vraag, Paula, als het gaat om onderwijs. Kun je wat specifiek... Nou, die intimidatie, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Ook onlangs is er bijvoorbeeld nog een hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Ja. Eigenlijk aangeklaagd. Hij heeft zelf verklaard, ik heb een citaat uit de krant gelezen. Ja, ik was klassiek of ouderwets onvriendelijk en ongeduldig. Ja, terwijl de klachten over zijn benadering toch echt wel wat verder gingen dan onvriendelijkheid en ongeduld. Want het ging echt om vernedering, publieke vernedering van bijvoorbeeld promovenda. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook het probleem van de aanrakingen. In het primair en in het voortgezet onderwijs is er echt een probleem op de werkvloer met het aanraken van leerlingen. Dat is not done. Aan de andere kant zijn er wel degelijk situaties, bijvoorbeeld om de veiligheid van leerlingen te waarborgen, dat je leerlingen moet aanraken. Maar ook als bijvoorbeeld een leerling erg verdrietig is gevallen en je slaat een arm om de leerling heen.
dan wordt dat, kan dat anders worden gezien bij een leerling die bijvoorbeeld nog heel jong is, een jaar of 6, 7, dan bij een leerling die in groep 8 zit van de basisschool of in het voortgezet onderwijs al zich bevindt. Dubbelzinnige opmerkingen maken in het mbo, waarover wordt geklaagd. Dus het is heel divers, maar het is zeer actueel. Wat denk je als je dit hoort, dan hebben we natuurlijk specifiek over zorg en onderwijs, maar meer vanuit jouw algemene compliance rol? Ja, nou, vanuit vertrouwenspersoon vak inderdaad bedien ik geen zorginstellingen en onderwijsinstellingen, maar ik kom bij andere organisaties over de vloer en ik herken vooral, laat ik het anders zeggen, voorheen dacht ik, voordat ik begon met vertrouwenswerk, dat de meeste casuïstiek zou gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat blijkt niet zo te zijn. En dat komt misschien ook een beetje door het beeld wat we uit de pers halen, maar dat is in ieder geval niet in onze casuïstiek het geval. De hele MeToo-beweging is natuurlijk vanuit die hoek in de eerste instantie ingesteld. Ja, dus het is er zeker, ja. Maar het merendeel van de casuïstiek die wij tegenkomen betreft intimidatie. En onbedoelde intimidatie, het is ook bekend dat meer dan 50% van de gevallen van ongewenste omgangsvormen komen voort uit de eigenlijk leidinggevende relatie naar de werknemer toe. En dat wil niet zeggen dat leidinggevenden een slechte bedoeling hebben, geen zins, maar daar ontstaat het. Ja. Dus intimidatie voert de boventoon. Ja. Ja. Dat is ook wat jullie dan zien, omdat we inderdaad in de beleving, hoewel het nu aan het kantelen is, ik denk dat we nu toch veel meer voorbeelden ook zien van intimiderend overschrijdend of ongewenst gedrag, niet alleen maar seksueel. Ja. Nou, ik moet zeggen dat aanrakingen heel snel in de sfeer van de seksuele intimidatie worden gebracht. En daar heeft de Hoge Raad ook in de zomer een belangrijk arrest gewezen. Overigens tot teleurstelling van Juridisch Nederland, denk ik. Waar het dus specifiek ging om seksuele intimidatie op een hbo-instelling. Eigenlijk zit het werkveld te springen om handvaten van als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan moet dat per definitie als ernstig verwijtbaar worden aangemerkt. Daar is de Hoge Raad niet in meegegaan. En dat betekent eigenlijk als je naar dat arrest kijkt, dat de Hoge Raad zegt, nou ja, wel verwijtbaar. Dat heeft alles te maken met de vergoeding die aan een werknemer toekomt als er sprake is van verwijtbaar dan wel ernstig verwijtbaar gedrag. Maar waar het hier eigenlijk ook wel om gaat is dat naar mijn idee dat arrest een oproep is aan werkgevers om te zorgen voor heel actieve zorg voor een veilige werkomgeving en een veilige leeromgeving. En dan spring ik eigenlijk al direct vooruit naar, ja, hoe doe je dat dan? Moet je een gedragscode hebben? Moet je actief monitoren en begeleiden? Ik denk dat het antwoord vrij eenduidig is ja. Want er is geen gedragscode, toch, binnen het onderwijs? Nou, heel veel instellingen hebben wel een gedragscode. De instelling waar het hier om ging had ook een gedragscode. Maar de opmerking van de Hoge Raad was van ja, en daarmee werd het Hof eigenlijk bevestigd van een gedragscode SEC is niet genoeg. Je moet er wel wat mee doen. Het moet niet een papieren tijger zijn. Dus die gedragscode die moet je levend houden. Je moet gesprekken voeren binnen je onderwijsinstelling of binnen je zorginstelling om te zorgen dat het gedrag wat daar wordt beschreven, dat mensen zich dat eigen maken en dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Nou, dat is één deel, naar mijn idee, van de oproep die je uit dit arrest kunt afleiden. En het andere is dat je actief medewerkers en ook studenten en leerlingen moet benaderen om hen te laten weten wat wel kan en wat niet kan. Dus dat vergt voor werkgevers die te maken hebben met afhankelijkheidsrelaties, dus de zorg ook bij uitstek natuurlijk, dat daar een hele complexe opdracht ligt. Ook een opdracht om continu, ik weet niet of dat ook jouw ervaring is in andere sectoren, maar een opdracht om continu uitvoering aan te geven. En dat is vaak ook een advies aan onze klanten, want geef er gewoon iedere week kom je bij elkaar met de mensen van de afdeling. Bespreek eens even ook dingen die heel vanzelfsprekend lijken, toch van dit zijn de grenzen. En niet alleen zo'n papieren stuk met een gedragscode erin, van dit mag niet, dit mag wel. Zelfs dingen die heel vanzelfsprekend zijn en lijken, daar gaat het vaak mis. En wat is er nou mis mee om op maandagochtend even tegen elkaar te zeggen, oh ja, even oppassen dat je, goed, een knuffel is prima, maar let op, dat moet je niet zomaar doen. Cor, als ik ga afbellen, laten we beginnen met preventie.
Wat is, en dat zou dan ook naar onderwijs en zorg, wat is in preventie nu, wat er vaak nog ontbreekt? Ik bedoel, ik hoor al wat suggesties. Wat leert de praktijk inmiddels? Nou, een paar dingen. Ik onderscheid het belang van regels. En we hebben van duidelijke regels, van gedragsregels, dat helpt. Maar dat zie ik echt eigenlijk als een hygiëne, als een basis die er moet zijn. Veel belangrijker, eigenlijk maken wij onderscheid tussen sociale veiligheid en psychologische veiligheid. En bij sociale veiligheid kun je spreken over, je hebt een gedragscode, je hebt vertrouwenspersonen, je spreekt met elkaar af van dit mag wel, dit mag niet. Maar daarnaast is er altijd nog iets van psychologische veiligheid nodig om het echte gesprek te voeren met elkaar. Dus je ziet dat iets niet kan, maar durf je ook te zeggen dat je dit niet oké vindt. Als je in een groep bent waar iedereen zegt, we gaan linksaf, nee, we moeten rechtsaf. En dan heb je het over psychologische veiligheid. Eigenlijk vanuit Amy Edmondson, dat gedachtegoed proberen wij zeg maar ook bij organisaties in te brengen. Om mensen te helpen om zeg maar niet alleen die sociale veiligheid te realiseren, die echt belangrijk is, maar eigenlijk een stapje verder te zetten. En dat specifiek nog naar leidinggevenden, is dat leidinggevenden daar een preventieve taak hebben en een repressieve taak. En die preventieve taak is het gesprek aangaan met elkaar. En of je dat elke maandagmorgen doet of nou ja, in ieder geval zorg dat je het bespreekbaar maakt. Dat is ontzettend belangrijk, want de dingen die vanzelfsprekend lijken, die zijn dan in één keer niet zo vanzelfsprekend. Nee. En in de repressieve kant is hoe reageer je nu als er ongewenste omgangsvormen zijn? En want heel vaak is natuurlijk de reactie een defensieve reactie, van ik heb het niet bedoeld, of dit komt bij ons niet voor. Racisme mag in ons bedrijf niet, dus dat doen we niet, dat soort reacties. Maar dat helpt degene helemaal niet die dat overkomt. Dus leidinggevenden helpen om daar goed op te reageren, dat is volgens mij heel krachtig, die kunnen maken of kraken. Cora, ik ben wel benieuwd, hoe maak je mensen daarvan bewust die dat van nature niet in zich hebben? Want er zijn natuurlijk mensen die daar weinig gevoelig voor zijn. Die ook niet doorhebben dat ze bepaald intimiderend gedrag vertonen. Dat zijn eerlijk gezegd vaak de zaken die wij zien, waar het fout gaat. Ja. Dus hoe zorg je ervoor, want dat is eerlijk gezegd niet onze expertise, wij zien het vaak als het fout gaat. Hoe zorg je ervoor dat dat voorkomen wordt? Hoe mensen die van nature inderdaad een soort autoritaire uitstraling gedrag hebben, waarvan ze zich vaak helemaal niet bewust zijn, hoe zorg je ervoor dat je dat gaat veranderen? Ja, nou, ik denk dat daar ook een deel van ons werk verschilt. Ik steek veel meer tijd zeg maar, in dat voortraject. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk wegblijven van het fenomeen als het helemaal een klacht wordt, zeg maar de formele route. Dus in het informele stuk proberen we bestuurders, leidinggevenden, door training eigenlijk laten realiseren van hoe komt hun gedrag over. Mm. En dat er echt een verschil is tussen intentie en impact. Ja, ja. En ook om ze handvaten te geven, hoe reageer je op iemand die tegen jou durft te zeggen van wat jij doet vind ik niet prettig. Mm. En hoe doe je dat nu op een goede manier? Dus gewoon oefenen. Oefenen, ja. Ja. Wat is er zo eigenlijk als buitenstaande? Wat is er ingewikkeld aan? Je kunt er gewoon de 10 geboden maken. En dat hang je op en dan zeg je, wij zoenen niet op verjaardagen. Wij leggen geen armen op schouders, goed bedoeld, slecht bedoeld. Zodat je als er een situatie zich voordoet, dat je geen discussie hebt, maar dat je alleen maar hoeft te wijzen naar, het is gebod 3, hè? Je slaat een arm op een schouder. Dat doen we niet. Dan wordt het, of is dat te simplistisch? Ik denk het wel, maar... Ik denk die allemaal wel willen het zou... Als je het hebt over de 10 geboden, prachtig als je het in 10 regels, hoofdregels kunt neerleggen. Dat werkt ook in sommige organisaties. Maar je kunt niet alle gedrag en alle situaties voorzien. En, specifiek onderwijs en zorg zou dat niet werken, een soort 10 geboden regels. Jawel, je moet het ook hebben, maar sommig gedrag is wat onacceptabel is, hoef je niet op te schrijven. Hè? Dat voorbeeld dat ik net gaf, dat is gewoon extreem. Er zijn ook andere foto's maken van mensen die verzorgd worden, dat kan allemaal niet, hoef je niet op te schrijven. En toch kan het voor bepaalde zaken goed zijn om daar inderdaad 10 geboden voor op te schrijven. Respectvol omgaan met elkaar. Inderdaad, kijk uit met als het fysiek wordt en een paar van dat ik goed over te nadenken. Begrijpen, waarom niet specifieker? Want kijk uit met fysiek gedrag, dan zal ik misschien zeggen, ik keek ook uit. Ik deed alleen maar, want ze was verdrietig of hij was verdrietig. Of... Maar dat soort normen... Hoeveel regels wil je hebben? Het risico dat ze overschreden worden, dat je juist gaat zoeken naar grenzen, dat er juist een discussie ontstaat. Ja, hier heb ik wel iemand aangeraakt, maar dat was net niet conform zoals het opgeschreven staat. Dus ik heb net niet de regels overschreden. Ja, die discussie moet je eigenlijk liever niet voeren. Ja, wat wil je daar te veel regels, dat helpt niet. En bovendien, wat wil je allemaal gaan opschrijven? Nogmaals, als het in 10 regels kan, de hoofdregels, prima. Maar daarmee heb je echt niet al het gedrag wat onwenselijk is, heb je gevat. Ik neem altijd het voorbeeld van het verkeerslicht. Rood is stoppen. Nou, dat is voor iedereen helder.
Een kus op de mond, nou, dat is een rood stoplicht wat mij betreft. Maar zo zijn er wel heel veel gedragingen die nou, niet rood zijn, ook niet oranje. En ja, welke kleur wel? Dat roept twijfel op. En je wil, wat je niet wil is twijfel, je wil juist duidelijkheid hebben. Daarom denk ik dat het opschrijven van een aantal hoofdregels heel goed is. Dat moet ook. Maar voor de rest moet je het hebben van het gesprek. Nou, gesprek daarover. Continue dialoog over daarmee de regels. Daarmee ontstaat een cultuur binnen een organisatie van het bespreekbaar maken van gedrag. En elkaar ook durven aanspreken. En dan kom ik op de veiligheid. Wat is het effect van iemands gedrag op de ander? Dat is volgens mij de hamvraag. Nou, ik hoorde een voorbeeld van, volgens mij was het Australië, waar je de 3-seconden-regel hebt in organisaties. Een leidinggevende mag niet langer dan 3 seconden oogcontact hebben met iemand, omdat dat al intimiderend zou kunnen zijn. Het is wel een concrete regel. Dus op het moment dat dat langer gaat, ik ga nu nadenken in 3 seconden. Ja. Maar ook vanuit een soort wenshaas, ook juridisch, om het gewoon af, je kunt het gewoon gaan vinken. Waardoor het controle groter wordt. Ja, dat is een dilemma. Het zijn verschillende belangen. Enerzijds het belang om duidelijkheid. Die regels kunnen duidelijkheid scheppen, maar kunnen ook weer zorgen voor discussie. En eerlijk gezegd, het voorbeeld dat je geeft, vind ik ook een voorbeeld daarvan. Want ik kijk jou nou volgens mij ook langer dan 3 seconden. En nu denk ik ook van hoe jij uitkijken. Ja, en dat moet dus ook weer niet gaan ontstaan in organisaties. Want dan kun je niet meer gaan werken. Dat werkt niet. Is er een verschil tussen onderwijs en zorg als het gaat om deze thematiek? Want jullie hebben dus ook iets bredere zaken. Dat je dan toch denkt, en zeker met die regels, van ja, als je in de zorg inderdaad over aanrakingen, ja, dat is niet meer in regels te vatten of in het onderwijs. Nou, in het onderwijs vind ik dat het per sector, primair, voortgezet, mbo, hbo en wo, dat je daar wel verschillende thematieken aan de orde hebt. Want bijvoorbeeld in het hbo en het wo, daar heb je al vaak te maken met studenten die ouder zijn, meerderjarig. En daar heb je kun je andere afspraken maken dan wanneer je het hebt bijvoorbeeld over het primair onderwijs. Of bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, waar kinderen heel jong zijn, maar wel degelijk ervaringen kunnen hebben die ongewenst zijn. Dus ja, dat verschilt wel in benadering als er zich een probleem voordoet. Is soms ook moeilijker, omdat zaken minder duidelijk zijn. Hè, als we het hebben over het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, dan hebben we het even aan de achterkant, er is iets voorgevallen. Dan is dat bij jonge kinderen moeilijker dan wanneer je spreekt over volwassen studenten. Ja. Als je de preventie even parkeert. We komen nu, en dat is vooral waar jullie het ook mee te maken hebben, in de fase van er is een klacht. Is er dan een soort van stappenplan? Is er dan, dat je ook met z'n in kijken kunt adviseren, of het dan HR-mensen zijn, of vanuit jouw expertise vertrouwenspersonen, wat... Hoe ga je dan te werk? Ja, is er dan een soort van volgorde die je kunt gaan hanteren? Ik kijk eerst even naar jou. Nee, die is er zeker. Kijk, eigenlijk wil je proberen te vermijden dat iemand tot een klacht komt. En met een klacht bedoel ik dat je echt het formele traject ingaat, intern. En ook natuurlijk... per definitie wordt het dan formeel bij een klacht? Ja, want eigenlijk probeer je ook als vertrouwenspersoon iemand zo te begeleiden dat je kijkt van wat kun je zelf eigenlijk nog doen? Met mijn hulp als vertrouwenspersoon, of wat kun je doen met de leidinggevende of met iemand anders? En dat je met elkaar zeg maar in het kleine te oplost. Want nou ja, hoe meer je escaleert, hoe groter het wordt en hoe eerder je in het gebied van die klacht komt. En zodra je een klacht indient, dan spreek je dus niet meer over het informele traject, maar over het formele traject. Dan wordt de klacht bij de klachtencommissie neergelegd. En eigenlijk moet die klachtencommissie ook altijd eerst nog toetsen. Is de informele weg wel goed bewandeld? Kan het nog informeel opgelost worden? Want zodra het zeg maar echt door de klachtencommissie wordt behandeld, ja, dan wordt het niet altijd gezelliger van. Dan wordt het veel formeler. Dan heb je echt dat wordt veel juridischer. Er worden hoorzittingen gehouden. Er worden getuigen gehoord. En vervolgens sta je meer tegenover elkaar dan dat je gaat kijken. Dat je samen nog door één deur komt. Ik moet wel zeggen, het kan nog steeds wel. Als je een klachtenprocedure hebt doorlopen bij een klachtencommissie, kan het ook goed eindigen. Maar meestal is dat dan eigenlijk al te laat, om het zo maar te zeggen. Dan zoeken mensen genoegdoening. Hoe bepaal je, op
basis van de wet misschien dan? Wanneer je zegt, ja, maar dit heeft niks meer te maken met bij elkaar komen. Dan heb je gewoon echt een hele vervelende situatie. Dan moet gewoon actie dat kan. Volgen. En, maar ja. Is dat niet een heel grijs gebied dan? Ja en nee, want wij werken in het gebied van al datgene wat de persoon onprettig vindt, is ongewenst. En daar werken we mee. Maar zodra het zeg maar een formeel traject gaat worden, en zodra het dan ook bij jullie terechtkomt, neem ik aan, maar dat ga ik zo direct horen. Maar in ieder geval, als het bij de klachtencommissie terechtkomt, dan moet het gaan over die specifieke vormen van psychosociale arbeidsbelasting die in de arbeidsomstandighedenwet genoemd worden. Dus dan gaat het over pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld. En als het daar dan niet om gaat, dan moet die klachtencommissie ook zeggen, vervelend dat dit je is overkomen, maar deze klacht is niet ontvankelijk. Dus er is wel een checklist die je dan hanteert eigenlijk. Voordat het dan een officiële klacht gaat en dan kun je ook vragen van wanneer is er sprake van discriminatie, wanneer is er sprake van racisme. Ja. Dat is niet zo heel eenvoudig te zeggen altijd, maar soms is het evident en dan kun je gewoon daar wel over adviseren om te zeggen van dit is klachtwaardig. We kunnen dit niet meer informeel oplossen met elkaar. Maar kijken jullie vanuit juridisch? Nou, heel veel organisaties hebben helemaal geen route. Hè? Dus wat dat betreft, ik wil niet zeggen, die doen maar wat. Maar die moeten inderdaad ad hoc reageren en kijken hoe ze dat gaan oplossen. Sommigen hebben wel, die hebben een protocol om op het moment dat zich iets voordoet om te handelen. Klachteninstantie inzetten, misschien aangifte doen, een onderzoeksbureau inschakelen, noem maar op. Maar er zijn organisaties die het helemaal niet hebben. En dan is het de vraag, hoe ga je handelen? Dan moet je zorgvuldig handelen. Dat is het allerbelangrijkste. De feiten proberen te achterhalen en kijken hoe je daarmee omgaat. Wat je doet, hoe ernstig is het. Maar eerst kijken, wat voor regels heb je? En die goed naleven. Dat is denk ik ook een hele belangrijke. Want ook wat jij beschrijft, het klachteninstituut. Eerst daar naartoe als je zo'n instituut hebt binnen die organisatie. En handel dat ook goed af. Want dat zie je dan in procedures. Als dat niet goed wordt gedaan, dan krijg je die boemerang ook weer terug. Mark, wat je zegt is een hele goeie. Want ik redeneer vanuit onze eigen klantenportefeuille. En wij beginnen pas met werken als die procedures op orde zijn. Ja, anders, als een bedrijf dat niet wil, dan zijn wij weer weg. Dan zijn wij niet de partijen om mee samen te werken. Dus dat is, je hebt helemaal gelijk. Want bij de meeste bedrijven waar wij beginnen, is er helemaal niks. Nee, dat klopt. Ja. En om over en weer wat complimenten te geven, Cora, ik vond het heel erg aanspreken wat jij zei, dat wat je aan het begin doet, om te kijken hoe ga je überhaupt met zo'n signaal om. Want je hoeft natuurlijk niet altijd gelijk te juridiseren, ook kijken of je het op een andere manier kunt oplossen. En goed achterhalen waar het over gaat, daar moet je mee beginnen. Is het een melding, is het een echte klacht, hoe ernstig is het, wat zijn eventueel intenties van iemand om daarmee te... kan natuurlijk ook van belang zijn. Hè? Dus ik neem aan dat je dat ook bedoelt, hè? Met die allereerste fase. Ja, en kijken hoe je het kunt oplossen. Sterker nog, als wij kijken zeg maar, naar onze casuïstiek, en dat zien we ook bij andere vertrouwenspersonen, is dat eigenlijk niet meer dan 2% tot een formele klacht komt. Dus al datgene proberen we al informeel op te lossen met elkaar. En ik denk dat we daar ook vooral onder moeten blijven, onder die 2%. De klacht achter de klacht. Ja, gewoon de vraag achter de vraag. Wat speelt? Ja. Ik krijg wat specifieke vragen binnen, dus die ga ik nu alvast maar neerleggen. Het is vooral aan jullie. Hoe lang dient de periode van onderzoek te zijn? Wil het ontslag op staande voet, wegens grensoverschrijdend gedrag, niet meer kunnen leiden tot ontslag op staande voet? Met andere woorden, in verband met het gebrek aan onverwijldheid. Hoe lang kun je onderzoeken voordat je arbeidsrechtelijk een probleem krijgt? Ja, nou, daar wordt verschillend over gedacht. Er zijn verschillende casussen bekend waar onderzoek 2 maanden heeft geduurd en ontslag op staande voet nog steeds onverwijld werd geacht. En dat heeft echt te maken met op welk moment is duidelijk dat het gedrag als dringende reden kan worden beschouwd. En degene die bevoegd is om daarover te beslissen, welke leidinggevende binnen de organisatie heeft die bevoegdheid om dat ontslag te verlenen. Dus het kan zijn dat een langdurig onderzoek, omdat er bijvoorbeeld verschillende getuigen moeten worden gehoord, dat is vaak niet in een week al gedaan. Dan kan dus die langere termijn van onderzoek nog steeds leiden tot een ontslag op staande voet. Maar als het eigenlijk van meet af aan volstrekt helder is dat het gedrag als een dringende reden kan worden beschouwd, dan heb je niet die tijd. Nee, dus eraan... hard of fast rule is er niet. Ik zou eraan toe willen voegen, je moet die dringende reden weten. En je moet ook iets weten over die omstandigheden. Want soms zijn omstandigheden ook relevant. Hè? Binnen welke setting is dit gebeurd? Wat zijn omstandigheden van degene die gezorgd heeft voor die dringende reden? Die iets gedaan heeft? Zijn er bepaalde omstandigheden die je nog uit moet zoeken?
Dus daar moet je ook altijd goed naar kijken. Dat moet je wel heel snel doen en voortvarend. En daar niet weken of maanden overheen laten gaan. Maar je moet daar goed naar kijken. Spelen psychische factoren een rol, noem maar op. Als je daar niet naar kijkt namelijk, dan krijg je die ook weer terug. Dat de rechter later zegt, ja, dat was wel een dringende reden. Maar je hebt niet onderzocht het feit dat die werknemer zegt dat die... dat hij onder enorme druk stond en dat psychische factoren een rol speelden. Ik wil niet zeggen dat het altijd slaagt, maar je moet er wel goed naar kijken. En heel soms moet je dat ook onderzoeken. Moet je aan het begin van zo'n onderzoek al wel juridisch, om veilig te zijn, aan te geven. Dit kan mogelijk gaan leiden tot ontslag op staande voet. Niet vandaag, maar over 2 maanden. Moet je benoemen wat het uiteindelijke gevolg van dat onderzoek kan zijn, of maakt dat helemaal niet uit? Nou, ik geef wel onze cliënten altijd het advies om dat te benoemen, dat een ontslag op staande voet niet op voorhand kan worden uitgesloten. Natuurlijk niet bij een bagatelzaak. Het gaat natuurlijk altijd om het afwegen van de situatie waar je als jurist mee wordt geconfronteerd. Maar als je denkt aan een ontslag op staande voet, een mogelijkheid daarvan, adviseer ik wel om dat te benoemen. Maar dan hoor ik Cora zeggen van ja, maar wij adviseren juist om dat traject voordat je met grote woorden begint, om eerst toch maximaal in te zetten op, nou ja. Ja, ik ging eigenlijk in op jouw vraag die werd gesteld. Als er sprake is van een informeel circuit, ja, dan zijn wij daar vaak helemaal nog niet bij betrokken. Ja, maar je krijgt er achteraf, als het dan verkeerd loopt, ja, krijg je er achteraf wel mee te maken, toch? Maar de rechter zal zeggen van, nou ja, maar jullie hebben in de eerste fase veel te lang met elkaar gepraat, of juist niet, of niet duidelijk gemaakt wat er op het spel staat. Mm-hmm. Ik denk dat je dat wel kunt oplossen door dat informele circuit moet je niet overslaan. Je kunt ook in dat informele circuit als leidinggevende zeggen, wat hier gebeurd is, vinden wij in beginsel een dringende reden voor ontslag. Wij vinden dat zo ernstig. Maar we gaan proberen het op een andere manier op te lossen. En nou goed, op die meer informele manier. Als je dat namelijk zo doet, dan heb je je punt gemaakt als werkgever. Dan wordt het weer iets makkelijker. Ik zeg niet dat het helemaal zonder risico is. Maar dan wordt het iets makkelijker om daarna toch, als je dat informele circuit, als dat niet gaat lukken, helaas zou ik zeggen, dat je dan toch wat ingrijpendere juridische maatregelen neemt. Werkt dat, Cora, om het zeg maar hard te benoemen aan het begin en dan het softere gedeelte? Er zitten een aantal punten aan wat ik hier interessant aan vind. Ja. In het informele, tijdens de informele route spreek je eigenlijk natuurlijk nog niet van een onderzoek. Want dan probeer je met elkaar in het gesprek het op te lossen. Zodra er een formele klacht is, dan kan er onderzoek gedaan worden. Of als een leidinggevende bestuurder signalen krijgt, en los van één, dat is er nog geen klager, maar dat er signalen zijn, kan natuurlijk ook onderzoek opgestart worden. En verder vind ik het eigenlijk van belang om te kijken naar degene die beschuldigd is, om dan juist niet met de sterke woorden te komen. En dat heeft natuurlijk een beetje afhankelijk van de casuïstiek die er is, hoe helder het is, wat voor feiten liggen er op tafel. Maar als er zeg maar het ene woord is tegen het ander, en er is eigenlijk nog niet helemaal helder wat er gebeurd is, dan maak ik soms wel eens mee, als wij beschuldigden begeleiden, want dat doen we evenzeer, want die hebben dan ook een onveilige situatie, dat die al geschorst worden voordat er bijvoorbeeld maatregelen getroffen worden. Of dat er al ontslag is. Maar vind je dat dan te snel gebeurt? Dat je zou zeggen, nou wacht daar nog even mee. En met die harde woorden en niet schorsen. Wacht daar nog even mee. Nou, op het moment dat er een onderzoeksvraag is. En dat het onderzoek opgestart wordt. En nogmaals, dus afhankelijk van casuïstiek, kan ik me indenken dat dat heel goed is om te zeggen. Om zeg maar helderheid te geven over de procedure voor alle partijen. Maar wat ik merk is dat moment niet altijd goed gepakt wordt. En dat mensen eigenlijk, het zit hem ook in dat je de beschuldigde eerder al als dader labelt. Ja. En ook in die woorden naar die persoon gaat praten. Ja. Ja, en dat is ik zie ook wel het, ik zie het dubbele ervan. Hè? Want ik hoor wat jij zegt en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. En dat bijt een beetje met het juridische. Dat is lastig. De indruk voorkomen dat je altijd moet een ontslag op staande voet moet benoemen. Ik vind dat de ernst van de situatie in het begin heel goed moet worden ingeschat. Mm-hmm. En daar kan je eerlijk gezegd niet al te lichtvaardig over denken. Want woorden van ontslag op staande voet zijn heel dramatisch. Ook voor degene tegen wie misschien nog een onderzoek moet plaatsvinden. Dus eerst kijken, wat is de eerste indruk van de situatie? Dus dat wil ik nog even benadrukken. Er komt wel een concrete vraag, een vervolgvraag eigenlijk over. Als je dan een arbeidsrechtelijk traject dus ingaat, hoe belangrijk is het dan toch om wel een aantal dingen benoemd te hebben?
Of krijg je dan het voor je kiezen als je uiteindelijk voor een kantoorrechter staat? Ja, juridisch is het heel erg belangrijk om het te benoemen. Heel duidelijk te zijn naar iedereen. Dat is ook een van de, zou ik zeggen, zorgvuldigheidsbeginselen. Om daar duidelijk in te zijn. Iemand moet weten waar hij aan toe is. Wat je er als leidinggevende, als werkgever van vindt. Maar dat kan inderdaad wat wringen met het oplossen. En dat blijft iedere keer het dilemma. En je moet per casus kijken hoe je dit het beste kunt oplossen. Zien jullie het ook dat het dan zeg maar een soort kantelmoment kan zijn in het proces? Dus zeg maar dat je met elkaar bepaalt, informeel hebben we het geprobeerd, dat lukt niet. Nu wordt de formele route gestart, al dan niet via de klachtencommissie of extern. Als jullie erbij aanhaken. Mm. Dat het moment is dat dan die waarschuwingen, of eigenlijk de mogelijkheden in de route die dan gaat komen genoemd worden. Maar dat je die niet al in het informele trekt, neem ik aan. Ja. Nou ja, weet je, het hangt dus zeer van de casus af. Ja, want ik kan mij voorstellen, dat is wel een vraag aan jou. Zijn er situaties denkbaar dat je helemaal niet begint aan een informeel circuit? Ja, die zijn denkbaar. Precies. Dat is helemaal helder. En ik denk namelijk dat we het over die situaties hebben, precies, waarin al wat sneller wordt gesproken over het formaliseren, in welke richting dan ook. Ja. Dus dat is al een inschatting op de werkvloer. Waar hebben we mee te maken? Hoe ernstig is het? En wat doen we? Ja, en dan kan ik hem helemaal invinden. Ja, precies. Als er sprake is van aanranding bijvoorbeeld, dan gaan we niet eerst nog de informele route proberen. Dus, ja. En ik denk dat het goed is dat onze disciplines daarom veel meer samenwerken. En ik zie in de praktijk ook nog wel eens dat te weinig gebeurt. Dat het of heel erg wordt gejuridiseerd, of juist helemaal niet. En als we dat scheiden, en of het alleen het ander of het een doen, dat het dan fout gaat. En als we meer daarin samenwerken, optrekken, wat is in deze zaak verstandig? Maatwerk. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zeg maar, de formulering van de opdracht. Wie is de opdrachtgever? Ja. Nou ja, al die zaken die we nu met de kwestie ARIEP zeg maar, mis zien gaan qua opdrachtgeverschap en qua onafhankelijkheid, wat we ervan meelezen. Dat zouden organisaties ook intern beter mogen beheersen om zeg maar, aan het eind er goed uit te komen met elkaar. Ja, als je dat begin nou ja, niet goed doet. Heel belangrijke vraag aan jullie alle drie eigenlijk. Hoe kijken jullie aan tegen anonieme klachten? Eén, vanuit jouw achtergrond. Je bent ook heel erg oplossingsgericht. Jullie kijken vanuit een juridische kant ernaar. Zoals het eerst aan jou voor mag leggen. Hoe ga je daarmee om? Daarbij maak ik een verschil tussen anonieme klachten die gaan over integriteit. Zeg maar onder de wethuis klokkenluiders, wetbescherming klokkenluiders. Daar hebben we het natuurlijk nu eigenlijk niet over. Maar daar vind ik ook anonieme klachten of anonieme meldingen eigenlijk heel verstandig om te doen. Ter voorkoming dat mensen extern gaan melden of naar buiten. Als we het hier hebben over grensoverschrijdend gedrag in de categorie ongewenste omgangsvormen, dan kun je in mijn optiek niet spreken van anonieme klachten in die zin dat dan iemand een procedure kan gaan starten, want je moet gewoon weten wie de klacht indient. Tenzij er klachten zijn, maar die zou ik dan niet willen typeren als klachten, maar dat zijn dan signalen die bij het bestuur terechtkomen. Dat kan ook eventueel via mij als vertrouwenspersoon, dat je dan verder gaat met die signalen en dat je daar eventueel adviseert, laten we een onderzoek gaan doen. Dus anonieme klachten moet je niet negeren wat mij betreft. Maar je kunt niet met een anonieme klacht een klachtenprocedure ingaan. Want dan weet je niet met wie je te doen hebt. Maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Inderdaad zo is. In procedure zie je ook alleen anonieme klachten kan zeker niet. Soms kunnen ze wel bijdragen. Dus in die zin zijn ze wel belangrijk. En moet je er ook iets mee doen. En ik denk in het eerste stadium moet je er zeker wat mee doen. Ook als een vertrouwenspersoon dit soort signalen krijgt, dan is het goed om die in veel gevallen ook door te geven aan de leiding. Niet met naam en toenaam. Dat kan ook niet als het anonieme klachten zijn. Maar wel signaleren dat er wat aan de hand is. Ja. Want je moet daar iets mee als werkgever. Maar stel dat ik een anonieme klacht, dus ik kom eerst bij jou. Ja. We zijn nog helemaal niet bezig. En ik kaart iets aan. Maar ik zeg er vervolgens bij, en ik heb nu mijn hart gelucht. Ik wil klaar. Er vervolgens nooit meer over praten. Ja. En ik wil zeker niet, ook al is het anoniem, want mijn baas weet onmiddellijk dat het is helemaal helder. Dat komt voor. Hoe ga je dan daarmee om? Dan respecteer ik dat. Dat komt er regelmatig voor dat mensen bij mij het hart uitluchten en verhartluchten. En dan is het gewoon klaar. Dat was even voldoende. En of ze durven niet over te gaan tot een stap. Mm. Omdat ze bang zijn voor represailles of wat dan ook. Dan vind ik dat persoonlijk als mens vind ik dat wel eens moeilijk. Dan zou ik het liefst willen dat iemand wel tot actie komt. Maar dat is niet mijn rol om daar iets van te zeggen. Stel nu dat in een bepaald team of afdeling 4, 5 mensen met hetzelfde verhaal over een bepaalde leidinggevende of over een bepaalde dynamiek in een organisatie bij mij komen. En die durven allemaal niet tot actie over te gaan. En dat is een moment voor mij dat ik een signaal geef aan het bestuur. En dat signaal luidt
dusdanig anoniem. Ik heb verschillende gesprekken gevoerd met personen, waardoor ik de indruk heb dat er sprake is van onveilige werksituatie qua sociale veiligheid en psychologische veiligheid. Ik adviseer een onderzoek te doen. Ja. Maar dan is het een vraag, ook juridisch, hè, voor jouw rol. Heb jij dan mijn vertrouwen als anonieme klager geschonden daarmee? Of ja, heb je juist je verantwoordelijkheid genomen omdat je de organisatie gezond wil houden? Wat ik doe is dat ik de mensen altijd informeer dat ik dit ga doen. Ik quote ook letterlijk wat ik ga zeggen. En ik vraag ook geen toestemming hiervoor. Dit is een signaal die ik vanuit mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Maar dan dien ik weer een klacht tegen jou en dan zeg ik, nou, ik ging naar mijn vertrouwenspersoon, ik wil het anoniem, ik wil er nooit meer over nadenken. Ja. Ik heb s'avonds, ben ik wat anders gaan doen en klaar. Ja. En vervolgens zie ik dat het op de agenda komt van de eerstvolgende bezoek gaan. Ik kan me indenken dat dat het geval is als één iemand bij mij zo'n verhaal had. Maar als er 4, 5 mensen bij mij komen, dat is ook maar het topje van wat bij mij komt. Hè. Dan is er vaak meer aan de hand. Okay. Dan kan ik niet indenken dat dit een situatie is. Okay, zijn. Het is wel onderwerp van regelgeving ook. Hè. En de positie van de vertrouwenspersoon is natuurlijk een hele lastige. Wat kun en wat mag je? Er is nieuwe wetgeving op komst waarin in ieder geval de geheimhouding wordt wettelijk vastgelegd en ook de plicht zeg maar om een vertrouwenspersoon te hebben. Maar je ziet hier in dit voorbeeld, in deze vraag, dat het ook een conflict van belang is. Want enerzijds heb je het belang van de melder en anderzijds het belang naar de organisatie toe om bespreekbaar te maken dat er inderdaad klachten zijn. Dat is een conflict van belangen. En ik denk, zoals jij het net schetst, dat inderdaad de oplossing is. Het kan liggen aan de ernst van een melding of in de omvang. Dat je, want je moet, dat is ook een van je taken, dat staat straks ook in de wet, dat je verslag moet doen van datgene wat je hoort, maar niet met naam en toename natuurlijk. En dat doen we ook volgens het protocol van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Ja. Daar hebben we ons gewoon aan te houden en dat volgen we dan ook. Ja, en dat wordt dan wettelijk vastgelegd straks als het allemaal doorgaat, want de discussie is nu gaande. Ja, dus wat dat betreft is dat... Wat dat betreft zijn de maatschappelijke omstandigheden wel zodanig dat de kans groot is dat dit er wel doorheen komt. Belangrijk is inderdaad de waarborgen voor de vertrouwenspersoon, dat hij of zij zijn rol goed kan nemen. Aan de andere kant vereist het natuurlijk ook behoorlijke deskundigheid aan de zijde van de vertrouwenspersoon. En dat is dan ook weer een opdracht aan werkgevers om te zorgen dat de vertrouwenspersoon die wordt aangesteld of aangewezen, in staat wordt gesteld om die rol te nemen. Dus opleiding enerzijds. En anderzijds zal er, neem ik aan, ook wel enig tuchtrecht ontstaan over hoe vertrouwenspersonen zich in organisaties van hun taak kwijten. Want ook daar geldt voor dat het wel kwalitatief goed moet zijn. Want anders, dan is het water naar de zee dragen. Ik denk dat in zekere zin dat er misschien al is, al heeft het misschien niet het label van tuchtrecht, maar mensen die gecertificeerd zijn via de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, daar kunnen mensen weer een klacht over indienen. Kijk, en daar is een commissie voor. Ik heb er niet heel erg in verdiept, maar het is niet nodig geweest. Maar volgens mij is dit wel geregeld. Ik ben geen voorstander van klagen. Klacht is macht. Ja. En dat heeft ons ook heel negatief. Ik heb hier wel een vraag waar een heel klein beetje dit wordt aangeraakt. Het is een lange vraag. Het gaat over een situatie beschreven. Ja. Een stelling misschien. Het uitgangspunt is niet om ongewenste gevoelens op te roepen bij anderen, dat is duidelijk, maar waar ligt de scheidslijn als beide partijen zelf, en ook een voorbeeld, een bijzondere vorm van humor hanteren, waarbij bijvoorbeeld expliciete seksuele opmerkingen zijn gemaakt. De beide partijen hebben daar zelf geen moeite mee. Een collega, dus iemand die daar dus niet bij betrokken was, maar dat waarschijnlijk heeft gehoord, geeft daarbij achteraf, meer dan 5 maanden later, aan dat ze hier moeite mee heeft gehad. In tijden van de opmerkingen worden er geen signalen afgegeven dat het niet toelaatbaar is. Ik ben niet helemaal zeker of het nou inderdaad toch één van de partijen is die na 5 maanden een probleem heeft over iemand gehoord. Ik leg hem eigenlijk nou even voor. Het is een halve stelling, een halve situatie. Het is meer een reactie eigenlijk. Ja, ik denk dat hier de cultuur van de organisatie, of het organisatieonderdeel, heel erg bepalend is. Dat zie je binnen bijvoorbeeld de wereld van, ik noem maar wat, de chauffeurs of de mensen die buiten werken. Daar kun je vaak eerder heel direct communicatie hebben, waar dingen worden gezegd waar ik maar aan moet denken als deze casus wordt geschetst. En waar dat ook eerder geaccepteerd wordt. Als weer iemand dat hoort van een ander onderdeel, die denkt, wat gebeurt hier? Wat wordt hier gezegd en woorden gebruikt, terwijl dat voor dat organisatieonderdeel heel normaal is, maar voor een buitenstaander anders. Ja, op zo'n moment moet je wel kijken, wat zijn de grenzen binnen die afdeling? En dan kan het toch wel weer relevant zijn, wat is de cultuur, maar wat is er ook beschreven?
En ja, dat moet je op elkaar afstemmen. En in dit voorbeeld zou ik zeggen, als dat na 5 maanden gemeld wordt, je moet er natuurlijk iets mee doen en kijken hoe dat zit. Maar ik denk dat je hier vooral rekening mee moet houden. Hoe zijn die omgangsvormen? En zijn die inderdaad wel directer? En als je dat niet wil, als je uniformiteit wil binnen je organisatie, ja, dan ontkom je niet aan waar we net aan het begin over spraken. Dan zul je daar toch wat meer duidelijke richtlijnen voor moeten hebben. Want... Maar Paula, je kunt, dan kom ik weer met mijn regels. Ja. Je kunt toch gewoon een simpel, in welke sector dan, ja, een simpele, wij maken hier geen fouten, klaar. En wat, ja, is fout? Ja. Is mijn wedervraag. Wat is nou precies fout? Want de één, zoals deze... Nou, ik stel de vraag. De vraagsteller. Ja, je krijgt een wedervraag. De vragensteller die zegt van ja, op het moment zelf had ik er geen last van. Later dacht ik van, eigenlijk een foute grap. Zoiets evolueert ook. In dit geval heeft het een langere verwerkingstijd gehad. Maar zelfs het soort grappen. Wat vroeger, ja sorry, vroeger over Sam en Moos. Dat zijn grappen die je waarschijnlijk nu met meer moeite zult maken dan 30 jaar geleden. Dus er is een evolutie in normen en wat we gewoon vinden prettig of niet prettig. En daarom zijn regels zijn handig, maar zeker niet zaligmakend. Ik haak er aan, dat ben ik heel met je eens. En ik denk dat in deze casus het zo zou kunnen zijn. Eigenlijk is het misschien wel een mooi voorbeeld. Wat maakt dat die persoon op dat moment niet heeft kunnen zeggen, ik vind het onprettig dat jullie deze grappen maken. Ja. En voor mij is dat een voorbeeld van dat er op dat moment voor die persoon onvoldoende psychologische veiligheid is geweest om dat bespreekbaar te maken. En het is natuurlijk ook heel lastig als de cultuur zo is dat we maken grove grappen en iedereen doet eraan mee. En je denkt dat je de enige bent die het onprettig vindt. Maar maakt dat indruk bij een rechter? Ja, want ik word dan eerlijk gezegd ook wat wantrouwend. Hè? Want dan kan ik ook wat andere vragen bijstellen. Dan denk ik, waarom na 5 maanden? Wat is er gebeurd in die 5 maanden? En ja, het is misschien een beroepsdeformatie. Maar dan denk ik, wat heeft diegene die dat nu meldt na 5 maanden voor belang om dat te zeggen? Zou dan niet iets anders spelen? Denkt hij nu van, oh, ik zal je nog eens pakken na 5 maanden? De vraag stellen, je stelt ook verduidelijkend er nog bij dat het om een andere collega gaat. Ah, ja. Andere collega, ja. Een derde partij. Een derde partij, ja. Dus... Ja, wat is het belang? Is er iets gebeurd waardoor die nu ineens denkt, die collega van, ja, nu ga ik dat eens aankaarten, want nu heb ik er een belang bij. Hoeft niet, hè? Ik bedoel, het kan ook serieus zijn dat het inderdaad 5 maanden heeft geduurd voordat diegene denkt van, ja, het heeft toch zo gezeurd binnen mij en het steekt en ik moet dat nu echt vertellen. Dat kan best. Ik denk dat het goed is te achterhalen, ja, wat speelt er allemaal? En met die betreffende persoon te praten. En dat zou denk ik een heel mooi gesprek kunnen zijn. Tussen deze persoon en de vertrouwenspersoon, die dus inderdaad gaat nagaan van wat er aan de hand is. Maar gaat het hier om een dieperliggend cultureel iets binnen dat dienstonderdeel of organisatieonderdeel, dan zou dat aanleiding kunnen zijn voor een nader onderzoek of eens een gesprek tussen de vertrouwenspersoon en de leidinggevende. Nogmaals, afhankelijk van de situatie. Dat is niet wat wij doen trouwens hoor. Wij interveneren niet, wij zijn geen intermediair, we zijn daar alleen voor diegene die naar ons uitreikt. En we kijken of die persoon zeg maar tot actie kan gaan komen. Okay. Er zijn vertrouwenspersonen die het wel doen, hè? Die gaan ter strijde. Yeah. Maar dat is niet de bedoeling van de rol van vertrouwenspersoon. Wij zijn op de achtergrond daarin. Nee. Ja. Nog één vraag, want ik krijg allemaal vragen hier binnen, wij hebben natuurlijk vragen. En we hebben de tijd. Nog heel kort terugkomend over wat jij net zei, Mark, van ja, een bepaalde beroepssector, hè, kan weer anders zijn. Even terug naar het onderwijs en zorg. Gewoon, zoals in dit voorbeeld, de seksuele getinte grappen in een omgeving waar je met kinderen te maken hebt, of jongvolwassenen, of mensen die zorg nodig hebben. Zeg je dan van ja, dat is dan in die sector heel specifiek, zou je moeten zeggen, dat gaan we nooit doen, terwijl ja, in een andere sector we dan denken, ja, nou ja. Ja, knuffelen is een duidelijk voorbeeld. Dat zie je ook in de uitspraak terugkomen in de zorg. Hè? Ja, nee, sorry. Je vroeg een duidelijk voorbeeld. Maar ook ja, gedragsnorm. Hoe ga je met kwetsbare mensen om? Ik denk dat het heel goed is om daar specifiek aandacht aan te geven. Dat juist binnen de zorg belangrijk is. Dit soort voorbeelden. Knuffelen, intimiderend gedrag. Gedrag naar patiënten. En daarmee ook naar elkaar. Want dat zien de mensen ook, hè, waar je voor zorgt. Dus wat dat betreft moet je daar aandacht aan geven. Ja. En voor het onderwijs, dubbelzinnige opmerkingen, seksueel getinte grappen. Ja, die kunnen niet. Niet in de setting met studenten en leerlingen. En dat zijn wel, dat geeft namelijk toch in de regel een ervaringen die bij de andere partijen, die ongewenst zijn. Okay, waarom koken we het naar sectoren?
als het toch betekent dat iemand zich onveilig voelt, dan zou dat toch in elke sector bespreekbaar gemaakt moeten worden. Dat is ook een goede grens. Ja, eens. Helder, waarvan akte? Hoe creëer je een psychologische veiligheid binnen een hiërarchische verhouding zoals tussen een hoogleraar en een student? Kwetsbaarheid. Dat kan daarbij helpen. Maar goed, dat helpt. En vanuit de rol van vertrouwenspersoon kun je in een organisatie, juist vanuit de hiërarchie, kun je met elkaar het gesprek aangaan. Omdat de duidelijk, ik denk dat kwetsbaarheid bij leidinggevende een heel krachtig middel is om meer psychologische veiligheid te brengen. Dat is een middel daarvoor. Ja. En bewustwording inderdaad bij die hoogleraar van zijn positie en zijn rol. Ja. Aan de andere kant pleit ik ook voor weerbaarheid bij de student in dit geval. Dus dat ook studenten duidelijk hebben bij wie ze terecht kunnen als ze dit soort gevoelens van onbehagen hebben. En hoe ze daar dus mee om kunnen gaan. Dus dat geldt voor beide partijen in dit geval. En los daarvan, maar dat hebben we eigenlijk al een paar keer te benadrukken. Het gaat het niet alleen maar over hoe help je die leidinggevende minder hiërarchisch te zijn. Hoe help je de student goed uit te spreken. Maar hoe kijk je naar het systeem? Wat maakt dat we zo dit met elkaar oké vinden? Ja. Dat wij blijkbaar zo met elkaar omgaan. Dat vind ik eigenlijk nog belangrijker om daarnaar te kijken. Want dit is wat casuïstisch, hè? Precies, Je moet het wat breder zien. Ja, buiten. De contact is weer een casusvraag. Dus ik leg hem voor, maar goed, jullie kunnen het ook breder kijken. Situatie. Er komt een nieuwe leidinggevende om wat meer discipline binnen een organisatie te brengen. Dat is zeg maar zijn taak. Of haar taak. Binnen de organisatie zijn alle normale regels losgelaten en dat moet weer veranderen. Waar ik een soort strengheid verwacht in deze vraag. De leidinggevende wordt vervolgens belaagd door klachten over intimiderend gedrag. Hoe hard, soft moet je optreden om zonder ongewenst gedrag toch je doel te bereiken en veranderingen door te voeren? Mooie vraag. Ja, dit is uit de dagelijkse praktijk eerlijk gezegd. En daar zie je het ook vaak fout gaan. Er komt een nieuwe leidinggevende, een andere cultuur. Dus wat dat betreft kan het dan juist fout gaan. Dan blijkt ook ineens dat of de vorige leidinggevende te hard was en intimiderend was of omgekeerd. Dus juridisch is in ieder geval het antwoord, denk ik. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Paula, maar dat je dat niet ineens kunt veranderen. Dat je daar een overgangsperiode voor moet hanteren en dat iedereen moet wennen aan de situatie. En dat je goed moet kijken naar uitwassen, extreme, en dat natuurlijk die altijd bestraft kunnen worden. Maar dat je voor het overige ook kunt verlangen dat iedereen moet wennen aan de nieuwe situatie. Dus als die wat zakelijker wordt en strenger, dan kan dat best, maar dat kan niet van de een op de andere dag. En dan moet het ook weer binnen grenzen blijven. Dus, Ik wil eigenlijk de vragen, want er zijn echt veel vragen. Dus misschien is het gewoon een antwoord geven zonder dat we nog verder dan een discussie hebben. Oké, ik kan er wel wat toe te voegen. We zijn het een beetje eens. Maar ik vind het fijn om de vragenstellers in ieder geval te beantwoorden. Er is hier een interessante vraag. Zijn jullie bekend, zegt deze mevrouw, met de 6 criteria van het Sensoa vlaggensysteem dat gehanteerd wordt in België? En zou dat ook hier kunnen werken? En dat is een beetje aan de hand van, zegt ze, van de 10 regels die ik voorstel, of voor 10 geboden. Blijkbaar is er in België. Ik leg er even aan jullie voor. Ik schrijf het al op. Bedankt voor de tip. Bedankt voor de tip, wordt hier gezegd. Maar ik vermoed dat het ook te maken heeft met, we gaan gewoon regels stellen. Want regels, dan weet je tenminste of je er overheen bent gegaan. Daar zijn wij volgens mij alle 3 niet mee eens, Dat is dan het antwoord, antwoord op de vraag stellen. Maar wel goed om wellicht daar inderdaad eens naar te kijken hoe ze dat in België doen. Wat betekent het voor, stelt iemand die vraag, de arbeidsrelatie. Als je eenmaal in dat proces bent geraakt, ook al kom je eruit, dan heb je toch een probleem, ook juridisch wellicht, op een weer later punt, met je arbeidsrelatie. Dat hoeft niet altijd. Nee, zeker niet. Nee, het ligt er maar aan of dat escaleert, hoe het opgelost wordt en hoe ernstig het is. Maar het kan zeker in bepaalde functies enorm belastend werken als dit heeft gespeeld. En het kan zijn dat je niet helemaal kunt vaststellen wat er precies gebeurd is. Dat een leidinggevende inderdaad, dat er meldingen zijn binnengekomen over intimiderend gedrag. Dat je dat niet helemaal kunt vaststellen. En dat je toch zegt van is het nou verstandig om verder te gaan? En dan is het denk ik vooral van belang om in eerste instantie te kijken of je daar afspraken over kunt maken. Dat je niet beschuldigend bent van. Kun je het meenemen in de ontslagronde? Ik noem het altijd het halve alfabet, wat je tegenwoordig van A tot I afloopt. Kun je dan zeggen, er is een onderzoek geweest een jaar geleden. Dat heeft ook weer bijgedragen tot. En dan
Ja, en als daar niks uitkomt, niks concreets. Kijk, want de rechters willen feiten hebben. En als het niet concreet is, dan is dat voor een bepaalde ontslaggrond onvoldoende. Zeker voor verwijt behandelen. Je hebt de grondtocht tegenwoordig. Je hebt inderdaad de verzamel, de cumulatiegrond. Je hebt ook verschil van inzicht of verstoorde arbeidsverhouding. Waarbij je helemaal niet hoeft aan te tonen dat het nou echt per se door iemand komt dat dat gebeurd is. En dat die feiten keihard zijn komen vast te staan. Maar je kunt wel vaststellen, ja, we komen niet helemaal uit maar hoe het nou precies gebeurd is. Maar het wordt toch een lastige, zelfs onwerkbare situatie. En dan kunnen we maar beter uit elkaar gaan. Want je blijft altijd met dat etiket op werken. En dat is niet handig. Ja, dat ik wil er toch wel iets op zeggen. Wel meer geld. Want ik denk namelijk dat je, voordat je bij die kantonrechter staat, dat na zo'n onderzoek er echt wel nazorg moet worden gepleegd. Namelijk precies de situatie die jij nu ook schetst. Een leidinggevende die is beschuldigd van intimiderend gedrag, komt niet vast te staan. Hoe gaat deze werkgever daarmee om? Niet alleen met deze beklaagde, maar ook met degene die daarover heeft geklaagd. Dus dat dan als een klachtencommissie bijvoorbeeld is betrokken, heeft gezegd klacht ongegrond. En dan veronderstellen dat partijen uit zichzelf gewoon weer verder gaan, dat vind ik een illusie. Ik vind dat je als werkgever dan ook verantwoordelijk bent om na te gaan op welke wijze partijen weer verder kunnen met elkaar. En die vraag ook voorleggen. Wat moet er gebeuren voor jullie om een werkbare relatie weer op te bouwen of te herstellen? En ter aanvulling nog daarop, want we praten nu vooral zeg maar, over de klachtencommissie en als er een procedure is opgestart. Maar natuurlijk zit het merendeel van het stuk zit, het komt daar niet eens. Hè? Dus dan wekken we misschien de indruk dat het heel vaak slecht afloopt. Maar dat is juist niet het geval. We zijn bijna aan het einde. Nog één punt, want dan gaat een beetje over je opmerking. De klager heeft recht of macht, wat was het? Een klacht is macht. Een klacht is macht. Iemand wil weten, wat zijn de rechten van iemand die beklaagd wordt? En die zegt, ja, als het alleen maar anoniem is of zo weinig concreet, dan werk ik helemaal niet mee aan een onderzoek. Mag je dat zeggen binnen een organisatie? Juridisch. Mag ik gewoon als werknemer dan, of als leidinggevende met ook weer, mag ik gewoon zeggen, als het zo weinig concreet is, dan, sorry. Als het zo weinig concreet is, ja. Als bel me maar als het concreet wordt. Ja, nee goed, op het moment dat welke rechten heb je? Een persoonsgericht onderzoek, dat is het uitgangspunt, als er echt duidelijke klachten zijn die betrekking hebben op een persoon, je wil die onderzoeken en iemand weigert om daaraan mee te werken, dan staat hij op zijn minst op een hele grote achterstand. Ja. Okay, je kan iemand nooit, echt dwingen, hè, dat kan niet. Nee. Maar je kan dan wel zeggen in een procedure, ja, er zijn concrete klacht, iemand heeft er niet aan meegewerkt. Ik denk dat de rechter daar niet van gecharmeerd zal zijn. En de werkgever wat dat betreft dan wel eerder een voordeel zal geven. En hoe zit het wat jullie betreft met getuigen die worden opgeroepen? Die dan niet weigeren of niet willen meewerken aan een onderzoek? Dat kan niet. Nou, het hangt van de klachtenregeling af. Ja. Heel veel klachtenregelingen zie ik staan. Dat getuigen die worden opgeroepen en die werkzaam zijn onder het bevoegd gezag van de werkgever. Ja. Verplicht zijn om mee te werken aan het horen door de klachtencommissie bijvoorbeeld. Maar externe getuigen, ja, die zijn niet verplicht om te komen. Nee, en dat kan dus ten nadele zijn van de klager, maar ook ten nadele van de beklaagde. Ja. Nou. En een interne getuige is dus altijd, als je dat regelt in je klachtencommissie, die moet komen. Als het geregeld dat is, ja, dan moet die komen. Kijk, doet hij dat niet, dan kan de werkgever daar arbeidsrechtelijke consequenties aan verbinden. Precies. Dat is eigenlijk, de keuze heb je, maar er kunnen consequenties aan verbonden worden. En nogmaals, ja, dat is heel casuïstisch, afhankelijk van de situatie. Zou dat zelfs kunnen leiden tot, ja joh, als jij daar niet aan mee wil werken, het is echt een heel belangrijk onderzoek of weet ik veel wat, dan zou dat dus ook voor die getuigen zelfs negatieve consequenties kunnen hebben. Ja. Laatste vraag aan de gasten. Zijn jullie voor scherpere wet en regelgeving. Er komt weer een nieuwe wet aan. Ja, er komen verschillende wetten aan. De wet wat betreft klokkenluiders wordt veranderd. De vertrouwenspersoon, er is heel veel seksuele intimidatie, strafbaar stellen, heel veel. Ik denk dat er heel veel nodig is, maar of je daarmee uiteindelijk het probleem oplost, daar is meer voor nodig. Dus ja, je moet de wetgeving veranderen, want voor de vertrouwenspersoon is meer duidelijkheid nodig. Maar daarmee kom je dan niet, want je moet ook iets veranderen aan cultuur. Ik denk dat dat ook ongelooflijk belangrijk is. En preventie bespreekbaar maken waar we het eigenlijk over gehad hebben. Dus dat zou wel een plekje in de wet mogen krijgen dan? Zeker, ja, dan is het rond. Inderdaad, dus, ja. Maar absoluut. Ik zie meer in preventieve maatregelen, bewustwording, dan in alleen maar repressie in de wet. Want dat gaat niet over. Nee. Dat gaat ook voor jou. Ja, precies. Ik ga toch nog, sorry, ik vind het zo onbeleefd als we
een vraag niet beantwoorden, nog heel kort. Gewoon een concreet antwoord als het kan. De CAO VVT beveelt in artikel 8.6 een vertrouwenspersoon aan. Kunnen er gevolgen verbonden worden als een werkgever geen vertrouwenspersoon heeft? Zeker, dat kan. Want dat speelde ook in een andere zaak die gepubliceerd is, waar een ziekenhuis ook wat dat betreft niet helemaal de klachtenregeling goed volgt en eigenlijk de klachtenprocedure niet volgde. En dat zou hier net zo goed kunnen gelden als die procedure wordt overgeslagen, dus de vertrouwenspersoon, zoals in de CAO omschreven, niet wordt ingeschakeld, dan heb je ook wat dat betreft een achterstand. Of daarmee, of dat zo ernstig is dat het hele grote gevolgen heeft, dat is nog maar de vraag, want dat was in die zaak waar ik het net over had niet het geval. Het was niet fataal, maar dat kan net zo goed wel gebeuren. Hè? Dus ik zou het altijd gewoon naleven. Nog een hele specifieke. Ex-medewerkers, kun je die nog oproepen als getuigen? Zeker. Ja. Dat kan, maar dan is de vraag of ze gehouden zijn om te komen. En in een latere fase voor de rechter zullen ze alsnog moeten. Dat is ook altijd iets wat je ze moet voorhouden. Ik bedoel, de rechters willen bewijs en dan kunnen getuigen worden opgeroepen. En dan moet je getuigen. Cora, wat zegt het jou? Je hebt het laatste woord. Dat er toch zoveel vragen komen. Ook heel specifiek. Wat zegt dat? Ja, mooi dat het leeft. Dus dat is fijn. Dat is het. Maar ook dat er misschien toch ook nog wel veel onduidelijkheid is. Dat sowieso. Ja, we hebben nog een missie te vervullen. Nog een missie. Ja. En misschien nog gewoon een webinar. Ja. Want ik begrijp dat we nog wel een uur verder kunnen gaan. We kunnen daar gewoon door. Goed, ik dank jullie voor jullie komst hier naar de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk in Waardenburg. In het prachtige kasteel. Kom ook hier eens kijken. Ik mag u nog wijzen op de volgende uitzending van Legal Flix. Dat zijn actualiteiten huurrecht. Dat is op donderdag 26 januari. U kunt zich ook inschrijven via de link op het volgende scherm dat u te zien krijgt. Mijn naam is Wouter Kurpershoek. Bedankt voor het kijken.